Welkom bij deze video over elektriciteit. In deze video ga ik het hebben over stroomsterkte, spanning en ik leg deze begrippen uit aan de hand van voorbeeldsommen. Een metaaldraad bevat vrije elektronen. Dit zijn elektronen die niet gebonden zijn aan de kern van een atoom. In een metaal kunnen elektronen dus vrij bewegen en dat is de reden dat metalen goede geleiders zijn van elektrische stroom. Daar wil ik een gedachte-experiment mee gaan uitvoeren. Door een stuk metaaldraad stromen elektronen van links naar rechts en dat zie je ook in het plaatje. Jij moet gaan tellen hoeveel elektronen er in 10 seconden langs de stippenlijn zijn gegaan. En jij hebt heel erg goed geteld, want er blijken 9,4 keer 10 tot de macht 19 elektronen te zijn. Wat is dan de totale lading die in 10 seconden langs de stippenlijn is gegaan? Nou, dat kunnen we breken met de formule N is delta Q gedeeld door QE. Daar staat N, het aantal elektronen, is delta Q, de totale lading, gedeeld door QE, de lading van een elektron. Als we die formule gaan herschrijven, dan staat er delta Q is N keer QE. En dit kunnen we helemaal invullen, want N is 9,4 keer 10 tot de macht 19 en QE is de lading van een elektron en die vind je in tabel 7 van je BINAS, 1,602 keer 10 tot de macht min 19. En als je dan dit rekensommetje uitvoert, dan vind je dat de totale lading die langs de stippenlijn is gegaan 15 coulomb is. Andere vraag is dan, hoeveel lading is er per seconde langs de stippenlijn gegaan? Nou, dat is een eenvoudig rekensommetje, want we weten dat er in 10 seconden 15 coulomb langs de stippenlijn is gegaan. Dus per seconde is dat dan 15 gedeeld door 10 is 1,5 coulomb per seconde. Nou, wat je nu hebt berekend, dat noemen we de stroomsterkte. Dat is dus de hoeveelheid lading die per seconde langs een bepaald punt gaat. En daar hebben we een formule voor. I is delta Q gedeeld door delta T. I is de stroomsterkte in ampère. Delta Q is de hoeveelheid lading in coulomb. En delta T is de tijdsduur in seconden. En normaal gesproken hoef jij niet te tellen hoeveel elektronen langs een bepaald punt zijn gegaan. Maar daar hebben we een apparaatje voor en dat apparaatje heet de amperemeter. Stroomsterkte meet je dus met een amperemeter. Voorbeeldvraag. Elektronen die stromen door een lampje. En de amperemeter geeft 250 milliampère aan. En de vraag is bereken hoeveel elektronen na een half uur door het lampje zijn gegaan. Daar kunnen we mooi de nieuwe formule voor gebruiken. I is delta Q gedeeld door delta T. Laten we hem herschrijven. Dan staat er delta Q is I keer delta T. Is dus 250 keer 10 tot de macht min 3, want we hadden 250 milliampère, dat is 250 duizendste van een ampère, keer 30 keer 60, want we moeten de tijd in seconden invullen en het was een half uur, dat is dus 30 minuten en per minuut 60 seconden, vandaar 30 keer 60. Als je dit rekensommetje uitvoert, dan vind je dat delta Q gelijk is aan 450 coulomb. We willen berekenen hoeveel elektronen er langs het lampje zijn gegaan. Nou, daarvoor hebben we een andere formule nodig, namelijk N is delta Q gedeeld door QE. Die kunnen we invullen, want het was 450 coulomb gedeeld door de lading van de elektron, het elementaire ladingskwantum, zie tabel 7 van je BINAS. En als je deze rekensom correct uitvoert, dan vind je dat de totale hoeveelheid elektronen gelijk zijn 2,81 keer 10 tot de macht 21. Ladingen kunnen eigenlijk alleen maar bewegen als ze daar genoeg energie voor hebben. Deze energie wordt geleverd door een spanningsbron. En voorbeelden van een spanningsbron zijn een batterij of een dynamo. Spanning geeft aan hoeveel energie een bepaalde lading krijgt. En ook daar hebben we een formule bij. U is delta E gedeeld door delta Q. U is dan de spanning in volt. Delta E is de hoeveelheid energie in joule. En delta Q is de hoeveelheid lading in coulomb. En spanning meet je met een voltmeter. Voorbeeldsom. Een batterij levert 4,5 volt. En de vraag is om te berekenen hoeveel elektrische energie 1 elektron van deze batterij krijgt. Nou, daarvoor kunnen we de formule gebruiken, maar dan moeten we hem eerst herschrijven. En dan staat er delta E is U keer delta Q, is dus 4,5 keer de lading van 1 elektron, want het gaat om 1 elektron. En als je dit correct uitwerkt, krijg je 7,2 keer 10 tot de macht min 19 joule. Nog een voorbeeldsom. Voltmeter meet de spanning over een lampje en hij geeft 3,2 volt aan. En de amperemeter meet de stroomsterkte door een lampje en deze meter geeft 1,6 ampère aan. En de vraag is, bereken de hoeveelheid elektrische energie die in 1 minuut in het lampje wordt omgezet. Nou, die kunnen we beantwoorden deze vraag, maar het is niet de makkelijkste berekening. Allereerst gebruiken we de formule voor de stroomsterkte om de totale lading te berekenen. Delta Q is I keer delta T. 1,6 keer 60, want het was 1 minuut, 60 seconden, dan vind je dat het 96 coulomb is. Nu gaan we berekenen wat de hoeveelheid energie is met delta E is U keer delta Q. Dat is dus 3,2 keer 96 en dan vind je dat het 3,1 keer 10 tot de macht 2 joule is. En dat is de hoeveelheid elektrische energie die in een minuut is omgezet in een lampje. Tot slot,
Spanning en stroomsterkte, dat zijn lastige begrippen, maar je kunt het goed vergelijken met bijvoorbeeld de cv-installatie in je huis. Want daar heb je een ketel en die warmt het water op. Een pomp zorgt er vervolgens voor dat het warme water door je hele huis gaat. Door de buizen gaat iedere seconde een bepaalde hoeveelheid water. En de hoeveelheid water per seconde is een maat voor de stroomsterkte. Nou, vergelijk dit nou eens met de elektrische schakeling. Daar heb je draden en door de draden gaat iedere seconde een bepaalde hoeveelheid lading. En de hoeveelheid lading per seconde is een maat voor de stroomsterkte. Net als bij de cv-installatie de hoeveelheid water per seconde. Alleen hier hebben we dan de hoeveelheid lading per seconde. En die elektronen die gaan eigenlijk alleen maar stromen op het moment dat ze voldoende energie krijgen. En die energie krijgen ze van de batterij. De batterij pompt als het ware die elektronen door de stroomkring. In deze video heb je twee formules gezien. Die voor de stroomsterkte en die voor de spanning. En je moet er zelf maar eens mee aan de slag gaan om te kijken of je ook zelf die formules kunt toepassen bij rekenvragen. Veel succes!